Als je nou een rapport moet opmaken voor die eerste 5 wedstrijden, wat voor cijfer zou je dan geven? Vijf, denk ik. Met redelijk goed spel tegen PSV, geen punten. Tegen NAC bij Vlaag acceptabel. Gelukkig, hele gelukkige punten. En die andere drie wedstrijden beneden ons niveau, waar met name de wedstrijd tegen Roda thuis vond ik schrikbarend hoe wij met name de doelpunten tegenkregen. Er was niet zo heel veel aan de hand, totdat wij tot 3 keer toe de organisatie niet voor elkaar hebben. Dus dat was slecht. Volstaat een rapportcijfer 5 om in de Eredivisie te blijven? Nee, want als je op deze manier blijft spelen, dan krijg je het heel lastig. Dus daar moeten we met z'n allen van bewust zijn. Dus dat moet absoluut beter. Dat gaat ook beter worden. Van tevoren aangeven, die eerste 5 wedstrijden was een lastig programma op papier. Maar ik vind wel dat wij daar, ondanks dat het lastig was, te weinig punten uit hebben gehaald. Dus daar was ik niet tevreden over. Is jouw huidige selectie beter dan vorig jaar? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat moet blijken. Want in vergelijking met vorig jaar zijn wij Omeru, Koppers, Jansen en Sherry kwijtgeraakt. En dat zijn 4 hele belangrijke pijlers in onze ploeg geweest. Ook Toornstra is tussendoor nog vertrokken. Maar dus je bent de 5 kwijt. Het zal moeten blijken. Wij hadden met name gehoopt voorin een stap te maken met een aantal mensen. En dat moet nog beter tot nu toe. Dus heeft de focus te veel op voor gelegen? Want achterin heb je eigenlijk maar 1 versterking en de tweede is onderweg. Ja. Nou, daar lag wel het probleem voor ons voorin, vonden wij. Alleen wij zijn heel lang bezig geweest om Koppers bij ons te houden en Omeru ook. Alleen dat heeft te lang geduurd. Dus achteraf kun je misschien wel zeggen dat we misschien wel het iets te laat zijn gaan schakelen. Omdat we het idee hadden dat het wel goed zou komen. Dat neem ik mezelf wel kwalijk. Alleen ik hield heel lang de hoop dat deze 2 spelers, dat we die konden houden. Omdat zij ook gewend waren onder mij te spelen. Als je al die ploegen noemt die jullie directe concurrent zijn, zie ik bij heel veel ploegen een routinier lopen. Kolder. Bij Zwolle loopt Broersen, bij Groningen Lindgren. Bij ADO Den Haag is de gemiddelde leeftijd 23,4. Mis jij niet zo'n type speler? Ja, nou, vorig jaar hadden we hem ook niet. En vorig jaar hebben wij natuurlijk met deze ploeg uitstekend gefunctioneerd. Dus ik denk als we de ploeg van vorig jaar intact hadden gehouden, dat we dit jaar absoluut mee hadden kunnen doen om de play-offs te halen. Dus vorig jaar hadden we hem ook niet. Dus het zou wel raar zijn als ik zou zeggen dat we hem nu missen. Feit is wel dat je natuurlijk bij fases in de wedstrijd best wel wat routine kan gebruiken. Ik vind met jongens zoals Holla en Wormgoor en Coutinho, die spelen ook al jaren op dit niveau. Dus routine zit niet zozeer voor mij in leeftijd. Of het iemand nou 30 is of 4 of 25, dan kun je ook routine hebben. En dus daar zie ik het probleem niet zo in. Heb je wel gekeken naar routinier? Ja, daar hebben we wel naar gekeken. Ja. Maar dat kwam met name omdat er een aantal spelers vrij kwam in een bepaalde positie. En dat bleek dan niet haalbaar. Dus nou ja, goed, dan schakelen we door. 5 wedstrijden gespeeld, tot nu toe 3 punten. De kritiek van de buitenwacht, wat doet dat met je? Ja, goed. Ik lees en kijk bijzonder weinig terug. Dus de kritiek die je hoort, dat krijg je dan wel eens via mee. Dat is natuurlijk nooit leuk om kritiek te krijgen. En je weet in ieder geval dat de kritiek niet intern is. Dus niet vanuit de spelersgroep of vanuit de directie of vanuit je staf of de raad van commissarissen. Die ligt meestal verder. Dat is vaak ook van mensen die de echte know-how niet hebben. En het is altijd makkelijk. Je hebt het daar wel eens met collega's over. Dat kritiek geven is niet altijd een reëel beeld. Want op het moment dat wij spelen nu 5 gespeeld 3. En ik ben de eerste die toegeeft dat te weinig is. Gezien de wedstrijden die we hebben gehad. Maar mensen moeten niet vergeten dat we inmiddels al 6 jaar een stabiele middenmotor zijn. Of tenminste instabiel in de Eredivisie. Dat we niet meer op en af gaan. En dat de mensen denk ik ook begrip moeten hebben dat we nog steeds als ploeg en als club aan het groeien zijn. En dat blijkt elke keer weer. Het is niet makkelijk om ook elk jaar maar weer je beste spelers te moeten verkopen en weer opnieuw te moeten gaan beginnen. Nou, dat gaat gepaard met vallen en opstaan en met ja, soms een aantal teleurstellende uitslagen. Maar ik denk dat een hoop mensen zich dat wel moet gaan realiseren. Verwacht de buitenwacht dan te veel? Ja, dat denk ik wel. Want het verwachtingspatroon is natuurlijk op basis van 1 goed jaar waarin alles mee zat, is natuurlijk daar. Dat is het verwachtingspatroon wat op het moment dat ik binnenstapte
althans of het stokje overnam, ging iedereen van dat verwachtingspatroon uit. En dat is natuurlijk niet reëel. Kijk, dat we daarna 15e zijn geworden, dat is ook te laag. Dat mag ook duidelijk zijn. Maar dat we elk jaar een stapje beter wilden, daar past eigenlijk niet, geen 7e plaats meer en geen 15e plaats. Dat is allebei twee uitersten. Maar het verwachtingspatroon wordt soms wel eens, denk ik, te hoog ingeschat gezien het materiaal wat we hebben. Is het beleidsplan tot 2015 dan ook te ambitieus volgens jou? Nee, want het beleidsplan was om elk jaar een stapje hoger te komen. We beginnen met die 15e plek. Nou, dat hebben we in het jaar dat ik het van Attenveld overnam, het laatste jaar. Toen ik het overnam stonden op degradatie. Uiteindelijk zijn we zonder play-offs erin gebleven. Zijn we 15e geworden. Nou, dan verwacht je elk jaar een keer 13e, keer 11e, een keer 10e een stapje hoger te maken. Nou, we zijn 1 keer 7e geworden en 1 keer 15e. Dus dat past niet helemaal in dat beeld. Maar ik ben nog steeds van mening, ook als we nu deze ploeg weer hopelijk weer wat langer intact kunnen houden. En we kunnen ons misschien in het nieuwe jaar toch weer op 1 of 2 plekken versterken. Nou, dan kun je weer een stap maken. Maar het wordt natuurlijk wel moeilijk als je ziet wat wij sinds ik ben begonnen, dat we de Rijk, Immers, Verhoek, Toornstra en Sherry voor behoorlijk geld hebben verkocht. Ja, als je die nu nog in die ploeg had laten lopen, dan had je misschien ook wel voor play-offs meegedaan. Maar dat is niet reëel. We spreken elkaar nu in een interland weekend, wordt niet gevoetbald. Over een maand staat er weer zo'n weekend gepland. Tussendoor speel je 1 bekerwedstrijd en 4 competitiewedstrijden. Wat als je nou in die competitiewedstrijden geen punten pakt? Wat gebeurt er dan? Nou ja, je moet realistisch zijn dat als je dit vak beoefent en je pakt geen punten, dat kan leiden tot een ontslag. Ik bedoel, dat kan iedereen een keer gebeuren. Ik ga er niet vanuit dat we geen punten meer halen. Maar soms is het dan niet tegen te houden hoe goed je ook aan het werk bent met je spelersgroep, met iedereen binnen de club, welke structuur en welke visie je ook neerlegt. Je moet en zal als coach gewoon toch punten moeten halen om overeind te blijven. Dus op het moment dat wij over 5 weken weer samen zitten en we hebben 4 gespeeld, 0 punten en we liggen uit de beker, dan kan er wel eens een crisissituatie hier ontstaan. Zo reëel moet je zijn. Is dat al door je hoofd gespookt? Nee. Omdat je het vertrouwen nog steeds hebt in je huidige groep? Ja, maar ook in mijn huidige groep, maar ook in mijn staf en in de mensen rondom de club. Dus ik denk dat we bezig zijn met iets heel moois neer aan het zetten hier voor de komende jaren. Dat verwacht ik echt. Ik verwacht echt dat ADO binnen een aantal jaren echt structureel in het linkerrijtje gaat plaatsnemen. En dan laat ik mij niet als een resultaat wat teleurstelt in de eerste 5 wedstrijden van de wijs brengen. Maar wij gaan gewoon door. En mocht het uiteindelijk na 9 wedstrijden dat we nog steeds 3 punten hebben, dan moeten we met z'n allen goed kijken of de manier die wij voor ogen hebben, of dat wel de juiste manier is en of het wel werkt. Gaat het bij ADO Den Haag de laatste tijd niet te vaak om randzaken? Spelers die niet speelgerechtig zijn, winstpremie, nog steeds geen akkoord? Ja, dat is niet de reden waarom we die wedstrijden verloren hebben. Dat absoluut niet. Alleen, het geeft altijd onnodige onrust. Ik wil altijd rust rondom mijn elftal. En ik denk dat je, of de resultaten nou goed of slecht waren sinds ik ben aangesteld, het is altijd rustig rondom het elftal gebleven. Er is weinig naar buiten gekomen. Ook in de periode dat het vorig jaar op directieniveau dat het niet goed ging, bijvoorbeeld met Driebergen. Het is altijd rustig gebleven in de spelersgroep. En dat doen we nu ook. Daar hebben we ook een hele goede spelersgroep naar, vind ik. Die houden ook de rust. Alleen het leidt altijd wel iets af, dat soort dingen. Dus ik ben daar niet blij mee. Maar het is voor mij absoluut niet de oorzaak dat wij te weinig punten hebben. Heb je al met je vuist op tafel geslagen en gezegd, jongens, handel dit eens af? Ja, natuurlijk. Dat heb ik al veel eerder gedaan om naar beide kanten aan te geven dat er een akkoord moet komen. Maar ik ben niet degene die uiteindelijk een ja of nee kan zeggen op een voorstel. Maar je bent wel degene die daar wat druk op uit kan oefenen. Ja, maar dat doe ik ook wel. Alleen uiteindelijk gaat het toch om de centjes en daar zijn andere mensen voor die daarover bepalen. Met hoeveel punten ben je tevreden als we je volgende maand weer spreken? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik heel moeilijk. Laten we hopen dat we in ieder geval een punt of 6 extra erbij gaan pakken in die komende 4 wedstrijden. En dan staan we in ieder geval, denk ik, waar we horen te staan met deze ploeg. En dan kunnen we rustig bouwen aan de toekomst. 6. Moet je toch uitleggen hoe je dat gaat doen? Ik denk dat we tegen Vitesse thuis en tegen NEC thuis dat we absoluut punten moeten gaan pakken. Daarna hebben we Feyenoord uit.
traditioneel wedstrijd waarin we het altijd goed doen. En we hebben Heerenveen thuis, dus het is niet makkelijk. Maar 3 thuiswedstrijden en 1 uitwedstrijd. De tijd dat, en dat hoop ik wel in deze ploeg terug te brengen. De tijd dat iedereen met angst en beven naar dit mooie Zuiderpark kwam. Maar ook een periode in het vorige park. Ik kan me vorig jaar een periode herinneren dat we 3 thuiswedstrijden achter elkaar wonnen. Ja, dat mis ik een beetje bij de ploeg, het heilige vuur. En dat moeten we zo snel mogelijk terugkrijgen. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Geen idee. Er zijn toch nog een aantal jongens. Het is ook een combinatie van. Een aantal jongens ook niet, die hebben ook de vorm niet. Je kunt, ik denk dat Danny Holla misschien wel het beste voorbeeld is. Dat is vorig jaar natuurlijk een van onze beste spelers het hele seizoen. Ja, die trapt ook hele vrije ballen nu over de achterlijn. Ja, weet je, dat heb je niet zo heel veel invloed op als je langs de kant zit. En hij trapt die ballen verkeerd. Cabral, geweldige trap, trapt de ballen, corners aan de andere kant uit. Dus dat is heel lastig. Dus je moet gewoon zorgen dat je vertrouwen houdt in de mannen. En dat ze dan moeten de keer om gaan slaan.